Dit is de opname voor het Age of Gamers toernooi. Wedstrijd tussen Dorandeo en Incapablo. Incapablo als de Franks en Dorandeo als de Teutons. Op de zeer vermakelijke map, de hamburgermap. In de hamburgermap zit er alleen een klein laagje bos dat de beide heren afscheidt. Andere wijze kunnen ze via het water bij elkaar komen. En als ze echt meer hout nodig hebben, zullen ze naar de buitenlijn moeten. Ik hoop dat beide spelers dit doorhebben. Ik heb een verwachting van Dorandeo wel. Bij Incapablo weet ik het niet zeker. Incapablo kennende zal hij nu proberen met een Night Rush te komen, waar de Franks zich op zich uitstekend voor lenen. Echter, als hij niet doorheeft dat hij eerst of door het bos heen moet komen of Navy moet hebben, zal jammer genoeg de Rush afgeslagen worden. Of niet eens beginnen. Dorandeo is over het algemeen ook een behoorlijk early aggression. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze twee spelers het tegen elkaar opbrengen. Als ik mij niet vergis, is Dorandeo een 3,5 of 4 sterren speler. Incapablo een 2,5. Hierdoor betekent dat Dorandeo beperkt is in welke civilizations hij mag kiezen. Als je 3 sterren of hoger bent, mag je een civilization maar 1 keer gebruiken in het toernooi. Dus in het begin moet je zuinig zijn op je goede civilizations. Nu weet ik niet voor Dorandeo of Teutons per se een goede civilization voor hem is. De boer lijkt gewoon goed geslaagd te zijn. Weinig schade. Wordt bijgebouwd. De goose wordt er nog niet naar binnen gehaald door het Dorandeo. Incapablo begint al wel mooi aan de middenlijn met het hout hakken. Dat, oh ja, het is hier wat moeilijker te zien omdat ze er allemaal achter staan. Maar bij Dorandeo ook. Oh ja, dit is iets dat vergeet ik ook steeds. Maar er is hier een heel klein paadje dat beschikbaar is. Ik weet niet zeker of de andere kant hetzelfde heeft. Maar daarmee kunnen ze toch bij elkaar uitkomen. Want de scout van Dorandeo is al aanwezig aan de zijde van Incapablo. Kijken wat de heren ondertussen zien. Dorandeo heeft al een globaal idee waar Incapablo moet zetten. Tevens, dit is een foutje van of een bug nog in Capture Rage. De farms moet je nooit meerekenen. Die verschijnen gewoon. Maar de andere speler ziet hem niet. Deze farm was er nog niet toen ik het beeld naar voren haalde. Incapablo ziet... Nou, hij is ondertussen wel aan de zijde. Oh, ja.
Daar is het eerste gebouw. Dus Incapablo weet nu ondertussen ook waar Dorandeo zit. Dorandeo heeft hem volgens mij niet op autoscout staan, want de scout gaat wel vaker stilstaan. Of hij heeft hem er nu net op gezet. Dorandeo gaat in Feudal. Als Incapablo inderdaad voor de Night Rush gaat, dan zal hij nog een paar velletjes wachten en dan in één keer door proberen te gaan. Ja, Dorandeo is hier bekend mee, dus die zal direct proberen dit dicht te zetten. Dorandeo heeft al 2 woodlines gemaakt. Incapablo doet het op 1. Lijkt wel een hele brede doorgang te willen maken. En ik zie dat Incapablo gecued heeft voor de Feudal Age. Maar wacht nog op de village die gemaakt wordt. Je zag hem hier er nog niet tussen staan. Maar zodra het symbool grijs wordt, is die gecued. Ja, dat is natuurlijk ook super vervelend als je dat in het begin overkomt. Dat je tegenstander torens gaat maken. De lijn is zo dun dat torens er natuurlijk naar bij kunnen. Als Dorandeo fletching gaat ontwikkelen, dan kan die zelfs nog verder komen. Dus kan hij nog vervelender zijn in die positie. Incapablo reageert er door net buiten de lijn te gaan hakken. Maar hier komt denk ik zo weer wat pijltjes op. Ja. Dit is wel heel vervelend, want hiermee probeert Dorandeo de woodline te beheren. Het beste wat Incapablo nu zou kunnen doen is een klein beetje navy maken en naar de buitenlijn gaan, maar dit moet hij net weten. Hij heeft een dock, dus het zou kunnen. Dorandeo maakt hier al wel gebruik van door te vissen. Ik ben alleen een beetje bang dat Incapablo zijn strategie wellicht aan het overdenken is. Want het gaat volgens mij niet helemaal zoals hij dat wil. Dit is mijn vermoeden. Ja, Dorandeo gaat vervelend zijn. Die gaat er ook nog hier weer een neerzetten. Hij gaat voor de volledige woodline. Dus dat zou betekenen dat hij hier waarschijnlijk er straks ook nog een neer gaat zetten. Dan weet hij zeker dat Incapablo nergens meer aan deze woodline uit kan halen. Kon Dorandeo dit ook al zien? Ja, hij ziet net een beetje dat ze daarbij zijn. Ja.
Dit is heel vervelend. Ik hoop dat incapabelo het een beetje door gaat beginnen te krijgen. Kijk. Ik zie dat Dorandeo zich in ieder geval aan het voor. Ah, ja, Scoutrush. Als incapabelo nu verstandig is, want Dorandeo is ook echt een groot liefhebber van Cavalry. Is een beetje in te schatten. Beide spelers doen al lang genoeg aan het toernooi mee dat ze dit van elkaar zouden kunnen weten. Ja, nu wordt het lastig, want het is niet te doen om voedsel op te houden als je niet bij het hout kunt. Dit is een. Dit is echt een machtspelletje om deze woodline. Ah, ik zie inderdaad, ik zag het al in lijnen, maar nu ook hier. Inderdaad, fletching is geresearched. Desondanks gaat hij wel naar Castle Age. Hiermee geeft hij misschien door Dorandeo het idee dat hij aan de buitenlijn zit, want dat heeft Dorandeo nog niet bekeken. Er is netjes een transportschip. Jammer genoeg laat hij hier zijn velletjes niet doodgaan. Dorandeo is behoorlijk goed in het microen. Het is een dure voor incapabelo. Hij heeft de aanval toch wat afgeslagen. En nu moet hij echt gebruik gaan maken van de transport chip. Ja, precies. Heel verstandig. Dus incapabelo heeft gelukkig dus wel wat onderzocht over deze map. Of hij kende deze al. Volgens mij zit er niet genoeg verschil tussen hun ranking in om de map te mogen kiezen. Daarvoor moet het minimaal 2 sterren verschil zijn. Dat zou alleen kunnen als Dorandeo op 4,5 ster is ingedeeld. Dorandeo heeft zelf nog geen gebruik gemaakt van het feit om aan wal te gaan bij het andere gebied. Oh. Ja, hij doet toch zijn poging voor de Night Rush. Nou, incapabelo, deny the town center direct. Wat ook kan is natuurlijk de tegenaan gaan staan, want hij zal geen murder rolls hebben nog.
Hij weet toch nog wel redelijk wat schade aan te brengen bij die Dorandeo. Hier probeert hij weer mooi voor het hout binnen te halen. Dat is één uit. Ja, Pablo is nu wat beperkt in resources, dus die moet het doen met de resources die hij heeft. Dorandeo maakt geen gebruik van de townbells, dus je legt niet zijn hele economie stil, alleen maar een klein deel daarvan. Ja, kijk, Dorandeo is al met rams. Hij is al Scorpion aan het ontwikkelen. Dit is altijd het meest vervelende als een monnik het gemunt heeft op je eenheid. Ik ben benieuwd of deze spelers Imperial Age nog gaan bereiken. Maar zolang als Dorandeo niet doorgeeft dat Inca Pablo ook al van het mainland af is, kan het nog wel even duren. Het is ook jammer dat ze geen gebruik maken van deze zalm. Want er is best wel veel voedsel te verkrijgen hier. Ja. En Dorandeo is niet bang om units te verliezen, dus hij heeft nog wel een handje ervan om echt door te blijven zetten. Hij merkt gewoon dat dat vaak wel zijn vruchten afwerkt. Counteraanval, maar ja, met deze denk ik niet dat het heel veel nut gaat hebben. Die gaat denk ik wel aan. Dit is heel vervelend. Ik denk dat Inca Pablo ze anders had willen inzetten. Hoe gaat Inca Pablo zich hier nog uitredden? Hij heeft momenteel 5 knights, 1 knight op komst. 5 villagers in de maak. 23 aanwezig, maar hij heeft er nu wel behoorlijk wat te stilstaan. IDLTC zit zo wat gelijk. Alleen doordat Dorandeo natuurlijk zoveel heeft, hoeft hij niet de hele tijd bij iedereen te denken dat hij er wat bij hoeft te maken. Ja, dat blijft altijd vervelend.
Wellicht dat dat met fletching en de volgende research was opgelost. Dat ze dat de mangonel niet meer buiten bereik zou staan. Pablo probeert toch nog wel zo lastig mogelijk te maken voor Dorondeo door hem te blijven aanvallen. Waardoor Dorondeo wel behoorlijk wat idle economie krijgt. Dat doet Inca Pablo doet dat wel heel mooi. Zolang als Dorondeo niet naar deze buitenste ring komt bij Inca Pablo, heeft hij nog een kans. Hij gaat zelf nu ook gebruik maken van de buitenring. Ik ben benieuwd hoeveel schade dit nog gaat uitrichten. Ja, het is... Dit is altijd een beetje gemeen. Echt precies op de plaats waar je je towncenter bent verloren, dat de tegenstander daar een towncenter moet maken. Als ook een farm onbenut blijft, kan een tegenstander gewoon een village erheen sturen en dan neemt hij hem over. Ooit een hele orthodoxe methode gezien om daar misbruik van te maken. Maar dan heb ik iemand gezien die daadwerkelijk de villager aanviel die op de farm bezig was. En vervolgens zelf op de farm aan het werk ging. Daardoor wordt hij geconverteerd en kan de tegenstander geen gebruik meer maken van de farm. Het is een bijzondere methode om te zorgen dat iemand zijn eigen farms allemaal niet meer kan gebruiken. Maar ja, het kan werken. Maar moet je wel met volle commitment moet je dat gaan doen. Dat is wel jammer. Ik zou ze door te hebben laten lopen naar de mangonel. Want die kan je heel veel pijn doen. Of de scorpion. De mangonel schiet ook echt op zijn eigen units. De scorpion raakt eigenlijk alleen maar de tegenstander. Maar het voordeel is dat de pijl door soldaat heen gaat. Ah. Inca Pablo heeft geresigned. Het was een mooie wedstrijd. Dorondeo heeft inderdaad gewoon vroeg controle genomen over het hout in het midden. Hiermee krijgt hij wel snel de overhand. Dat heeft hij heel slim aangepakt. Inca Pablo heeft toch nog zijn Night Rush proberen in te zetten. Tot op zich redelijk goed gevolg. Hij heeft toch nog best wel wat schade aangericht als we dit zo bekijken. Dus dat is heel goed geslaagd. Alleen, ja, Dorondeo was net even iets verder heen, waardoor hij kon door blijven pakken in zijn aanval. Nog even korte statistieken. Hier zag je dat ze de hele tijd mooi dicht bij elkaar bleven. Hier kwam op een gegeven moment wat verschil, maar dat heeft meer te maken met Dorondeo die na je feudal gaat. Hier wordt het weer wat gelijk getrokken. Heel slim. Fletching.
Ja, en hier was Dorendeel al zo in de aanval bezig. Dat, ja, Inca Pablo zijn economie, populatie verloor. Military. Toch, Inca Pablo heeft er meer vermoord en minder verloren. Dat zal onder andere met zijn uitrust te maken hebben dat hij toch behoorlijk wat villetjes heeft meegenomen. Maar doordat Dorandeo zoveel towncenters op een gegeven moment had, zijn dat verliezen die zo weer hersteld zijn. Economie, nou, in het begin echt wel een hele strakke lijn dicht bij elkaar. Op een gegeven moment komt daar natuurlijk verandering in. Zeker hier dat Dorandeo de Watchtowers gaat maken. En dan gaat hij helemaal de overhand nemen. Technologie. Altijd bijzonder hoe dit loopt. Vrij gelijk. Dorandeo loopt hier wel wat meer uit. Maar ik blijf altijd verbaasd over hoe dichtbij dat soort dingen bij elkaar zitten. Inca Pablo was wel eerder Castle, maar dat was zoals verwacht. Hij was bezig met zijn Night Rush. Society. Fishing ships werden wel gemaakt door Dorandeo. Jammer genoeg heeft Inca Pablo daar minder of geen gebruik van. Maar volgens de statistiek hier niet. Maar ik kan me vergissen. Nou, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende wedstrijd.